Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom weer in een nieuwe boodschappen shoplog. Ik heb weer boodschappen gehaald, of eigenlijk besteld, bij de Jumbo. Het is deze week niet zo heel erg veel, want het is de eerste week van mijn vakantie. We hebben deze week wel 3 kinderen. Maar we gaan ook 3 dagen naar mijn moeder, dus daarvoor koop ik eigenlijk vrij weinig. Ik heb wel wat dingen voor Pascal gekocht, want die blijft achter. Die heeft gewoon te veel werk op het land, dus die kan niet mee. Daarvoor heb ik een paar dingetjes gehaald die ik zelf makkelijk kan opwarmen of dat ik voor hem klaar zitten om op te warmen. Het was zoveel eurotjes. Ik heb weer heel goed gekeken naar welke dingen heb ik nodig om te zorgen dat ik gratis bezorgkosten krijg. Wat heb ik echt nodig? Dus ik ben best wel trots op mezelf daarin. Dat zet ik onder in de beschrijving wat we per dag gaan eten. En eerst al linkjes en de receptjes. Wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de video. Het valt dus mee met hoe vol mijn aderen nu ligt, omdat we dus ongeveer de halve week weg zijn. Maar desalniettemin ligt er genoeg. We eten vanavond, is het officieel nog maar zondag. Broodje hamburger, broodjes en hamburgers heb ik allemaal nog van de Sligro. En dus doe ik even een side salad bij. Doe ik even deze random groene salade Italiaanse versie, zeker. Dan heb ik ook nog de boerenversie en weet ik wat. Toevallig is deze geworden. Morgen eten we, de kinderen eten fish sticks en ik eet salm. Kinderen en Pascal trouwens eten vis sticks en ik eet salm. Want niemand in het gezin lust salm behalve ik. Dus dit maak ik dan. Kersenboontjes en apenkroketjes. Dan gaan we dus op dinsdag weg. Dus dan heb ik voor Pascal een aantal opties. Namelijk de verse maaltijd van de Jumbo Beef Teriyaki. Of de Roerbak Sensatie Pasta Kipfilet. Je hebt ook kans dat als die man heel erg druk is, dat het gewoon een frituurtje, boterham met kroket of iets dergelijks gaat worden. Dan heeft in ieder geval voor dinsdag, woensdag en dan dit misschien 2 keer. Of heb je zin anders op donderdag. Geloof ik dat er ook nog pannenkoeken in de vriezer liggen. Er liggen nog vast nog wel een bakje met macaroni iets. Dan kreeg je een beetje keuzes. Vrijdag zijn we terug. Dus eten we een beenhammetje met worteltjes. En dit was een aanbieding. 3 voor, I don't know. Dus ik heb doppertjes met worteltjes, gewone worteltjes en rode kool. En dan eten we dan een knieltje bij. Ik heb komkommer meegenomen voor de salades aan te vullen of voor mijn eigen salade met ijsbergsla. Filet américain, want het kwam mij ten oren dat de kinderen niet heel erg veel anders eten als kaas. Eigenlijk, de meeste kinderen eten kaas. En chocopasta. Logan is nog wel van de boterhamborst en brokjes van de slaan. Maar het schijnt dat ze eigenlijk alleen maar filet américain lekker vinden. Dus daar heb ik dan even wat extra van ingekocht. Dit was ook 2 in de aanbieding. En die zijn dus ook nog wel eventjes goed. Dus dat is mooi. Dan een nieuw pak kaas voor iedereen. Salami, grillworst, voor afwisseling. Boterhamzakjes. Dit was, dan zou je de bezorgkosten gratis krijgen. En ik dacht, dat is helemaal niet zo erg. Want dit gaat sowieso wel een keertje op. Je kunt het in de schuur zetten. Het wordt ook weer wat drukker op het land. Dus als mensen dan een bekertje drinken mee trekken willen, dan kunnen ze zo'n blikje pakken. Dus ik heb een 4-pack van 25 centiliter en 16 keer 15 centiliter. Ramboter voor de boterhammetjes enzovoorts. De Pink Ladies waren volgens mij in een combinatie met de druiven. Not really sure. Chipjes, want het is natuurlijk wel vakantie. Dus we hebben nibbetchipjes en paprika. Hagelslag om aan te vullen. Cottage cheese, dat is een beetje een random eentje voor ons. Maar ik zag een TikTok waarin ze een soort van sorbetijs gingen maken van cottage cheese. En dan aardbeien en koekjes erin. Dus ik dacht, dat gaan we ook proberen. Want hashtag healthy. Ik heb wat hummus voor bij de worteltjes, dus de komkommer enzovoorts en de paprika's. De zongedroogde tomatenvariant en de gewone variant. De gestraafde mini worteltjes, die waren dus ook geloof met de snackkomkommers. Die gaan we opeten. En dan de druiven waren, of druiven, aardbeien waren volgens mij ook 2 voor 5 euro. En dan natuurlijk een groot pak met crystal clear. We kregen deze er gratis bij. Dit zijn Juicy Bites aardbeien smaak. I'm not really sure. Maar je hebt dus blijkbaar ook nog wat appel en citroen en met frambozen. So that's exciting. En je kan tegenwoordig sparen van handige bakjes. Je kan de bakjes genoeg hebben. En dat was het dan eigenlijk weer. Want op zaterdag eten we natuurlijk altijd friet met snacks. En zondag komen dan dus de nieuwe boodschappen weer. Waarin we echt weer eventjes gaan focussen op healthy lifestyle. Dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!